Jaap Stam is met Jong Ajax op bezoek op de Heikant. Maar Achilles is geenszins onder de indruk van de grote namen in het elftal van de tegenstander. Het wordt al snel 1-0 voor de Groesbekers. Maar na rust gaat het mis. Ja, twee persoonlijke fouten en, van mij. En daar komen dus ook twee goals uit. En dat is dan heel ongelukkig, dus dan moet je met z'n allen weer omschakelen. Sta je in één keer achter. Maar op karakter trekt Achilles de wedstrijd toch nog naar zich toe. En de matchwinner is Thijs Hendricks. Ja, ik ben heel blij met de punten in ieder geval. We trainen keihard, we spelen goede wedstrijden. Niet allemaal, maar gewoon van de week niet. Maar tegen Sparta bijvoorbeeld is heel goed in de voorbereiding. Een paar hele goede wedstrijden. En we belonen onszelf steeds niet. En nu tegen een hele goede tegenstander op karakter trekken we nog over de streep op het eind. Ik kom wel door de grond zakken en dan krijg je zo'n wending. Ja, dat is fantastisch. De overwinning betekent tevens dat Achilles van de hatelijke nul af is. Ja, ook dat. Er wordt op een gegeven moment natuurlijk wel een dingetje in je hoofd. Hè. En iedereen gaat dan gelijk weer de parallel trekken met vorig jaar. En die ging ook niet helemaal op, want hadden we pas na 5 wedstrijden 1 punt. Alleen mensen gaan je dan bijna in de put praten, had ik het idee. Dus ik zat zo niet in elkaar. En ik heb gezien dat we gewoon verder zijn als vorig jaar. Het enige minpuntje is de rode kaart voor Thijs Hendricks. Die hij krijgt wegens het uittrekken van zijn shirt met al geel op zak. Ik zeg ook al, hij zal het nou nooit meer doen, denk ik. Alleen ja, we hebben er nu niet zoveel aan. Dus dat is niet handig. Goed, in alle euforie moeten we dat maar een keer door de vingers zien. Ja, dat kan niet anders, want het is gebeurd. Maar slim is het niet. Ik heb wel eens op tv iemand dit soort domme dingen zien doen. En dacht het geworm. Bijvoorbeeld. Toen dacht ik nog van, oh ja, dat zoiets zal mij nooit overkomen. Maar ik had heel even kortsluiting. En toen ik shit uittrok, dacht, zei iemand al tegen mij van, niet doen, je had wel geel. Toen dacht ik, oh jee. Heel stom en ik heb al mijn excuses aangeboden aan het trainen, maar volgens mij heeft hij het me wel vergeven en dan moeten ze het zonder mij maar herhalen tegen Fortuna.